Om maten in de lengterichting van het hout over te schrijven, gebruik ik een kruishout. Ik heb het al op een timmertip laten zien. En nou heb ik hier, meestal zijn ze, vroeger waren ze altijd van hout, een klosje hout, spijkertje erin, stokje erdoor. Maar ik heb hier zo eentje gewoon gekocht van kunststof, die ook heel goed voldoet. Het voordeel ook is dat er een spijkertje in zit, die kan je scherp stellen en een schroefje kan je die losdraaien. En hier zit dan een schroefje met een moertje erachter, heel simpel, waardoor dat spijkertje gewoon los kan en dieper gesteld kan worden. Dus dat is het voordeel van zo'n, en ze zijn waarschijnlijk niet zo duur. Ik weet het eigenlijk niet meer, maar deze heb ik al een poosje. Hij is al aardig versleten, maar hij voldoet wel. Maar ga je voor heel precies werk, hebben we ook kruishout in staal uitgevoerd. En die hebben twee schroeven, niet allemaal, maar die ik heb hier. De achterste schroef stel ik hem in, op de maat die ik hebben wil. En met de voorste schroef nog even losgelaten, kan ik hier aan vlak achter de kop heb ik dan een stukje waar ik aan kan draaien. En dan kan ik dit precies instellen. En dan kan ik de tweede schroef vastzetten. Dus je kan hem nog nastellen. Dat is wel, als je heel precies aan het werk bent, is dat wel erg lekker. Bij Baptiste te koop. Nou, die sturen alles over. Echt een goede winkel. Daar hebben ze heel veel als je een gereedschapfanaat bent.